Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Lihapo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. We zijn heel benieuwd naar wat jullie vinden van Ondernemerspassie. We zouden het dan ook super cool vinden als je je abonneert op ons in iTunes. En het zou nog gaver zijn als je dan ook nog een leuke review voor ons achterlaat. Zo, vandaag spreek ik met Casper van der Meulen. Hij is eigenaar van MindLeafLearning.nl, waar hij je leert om het beste uit jezelf te halen op verschillende gebieden, zoals vitaliteit, leefstijloptimalisatie en mentale fitness. Hij is ook schrijver van het boek MindLift, een no-nonsense handleiding voor vol eenvoudige aanpassingen die leiden tot een sterkere focus. Nou ja, als er één ding is wat ik wil, is een sterkere focus, want ik ben heel snel afgeleid. Casper, welkom in de aflevering. Ja, dankjewel. Thanks for having me. Ja, je doet nog veel meer. En zijn er nog dingen die je wilt toevoegen in het rijtje? Nee. Zoals dat je drummer bent. En, Ja. Het is een mooie samenvatting. Maar, als ik het hele lijstje ga opnoemen, dan ben ik zo lang bezig. Oké, nou, dan hou het hierbij. Mensen die het willen zien, ga naar mindliftlearning.nl. De vraag is, Casper, waar haal jij nu je omzet uit? Wat doe je nou precies? wat doe je nou precies? Is een vraag die ik veel krijg. Van mensen. Heel eenvoudig. Ik geef workshops en cursussen en ik verkoop boeken eigenlijk. Dus mijn business draait op de online verkoop van mijn boek. Ja. En daar komt een hele hoop werk uit voort van mensen die graag cursussen willen volgen of workshops willen geven. Daarnaast ik geef ik workshops in de Wim Hof methode en dat is een methode die nu populair is. Dus daar heb ik lekker veel werk in. Maar het is voornamelijk boeken verkopen en praatjes houden. Is je boek het visitekaartje voor jou? Een bijzonder uitgebreid visitekaartje. Het is mijn mooiste en belangrijkste product. En kijk, waar het eigenlijk om gaat is dat ik was al wel aan het ondernemen, maar ik had heel veel moeite met mezelf op een bepaalde manier neer te zetten, omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Want ik was half beroepsmuzikant, ik was wetenschapsdocent, ik gaf verschillende vakken, ik gaf lezingen over onderwijsinnovatie, ik deed motivational speaking. In de gezondheids- en fitness gebeuren deed ik veel, mijn eigen transformatie. En dat was zo verspreid en uitgebreid en verschillend, dat ik dacht van wat nou als ik ga proberen om... Voor mij was het heel logisch, want het gaat allemaal over het zoeken van conditioneringen, het vinden van de dingen die je beperken in je leven en vervolgens daardoorheen werken. En het vinden en ontwikkelen van je verborgen krachten eigenlijk. Dat is alles waar het over ging, of het nou het onderwijs was of... Dus biologie lesgeven of trommelen met verstandelijk gehandicapte kinderen of communicatietrainingen met bedrijven, dat deed ik allemaal. En voor mij ging het allemaal over hetzelfde ding, namelijk je kan iets, maar je wist het nog niet en zo kan het wel. Dus toen heb ik besloten om al die logische rode draad die er voor mij in zit, om die om te zetten in een boek. Waardoor mensen in één keer kunnen zien van, oh kijk, wacht, het gaat niet zozeer over wat je precies doet, maar hoe je het doet en waarom je het doet, welke opvatting je erbij hebt en op wat voor manier je dichter bij die meest optimale versie van jezelf kan komen. Nou, kan je me misschien meenemen met een typische klant. Hè? Ik heb jouw boek, wie ben ik als ik jouw boek koop? Ja, dat is een eerste vraag. Noem maar gewoon iemand, even een omschrijving voor de mensen dat ze een beter beeld krijgen. Ja, het zijn eigenlijk mensen die weten dat er meer te halen is. Dus je hebt een hele grote groep mensen die hebben geen flauw idee van het feit dat ze rondlopen met allemaal wonderlijke vermogens en dat niet aan het benutten zijn. Dus het zijn vaak mensen die al de realisatie hebben van, hey, wacht eens eventjes, volgens mij valt er nog wat te halen uit het leven en volgens mij kan ik daarop mee. Oké, ben ik dan ongelukkig? Nee, absoluut niet. Nee, het zijn juist mensen die geprikkeld zijn door het idee van persoonlijke ontwikkeling. En die dat vooral juist op een luchtige en leuke manier willen doen. Zonder zweverig gedoe of dat soort dingen. Dus dat is een grote categorie van mensen die in het proces zitten van... Hey, ik haal het onderste uit de kan. En dan is er nog een groep van mensen die inderdaad uit een periode komen waarin ze zich niet goed in hun vel voelden of een burn-out hebben gehad. Er zijn vrij veel mensen met burn-out problemen, ADHD, concentratieproblemen. Maar ik begeef me niet in het gebied van problemen oplossen of behandelen of herstellen. Ik begeef me in eigenlijk wat boven de normale lijn ligt. Dus ik heb in mijn boek heb ik een model. Er is iets mis met je en dan moet je behandeld worden. En dan kan je ervan herstellen en langzamerhand kan je normaliseren. En dat is eigenlijk waar alle therapie en alle gezondheidszorg in Nederland stopt. En ik dacht van, hey, maar ik ben zelf van...
ver onder de normaallijn, dus van min 100 weer naar 0 gegaan. Maar door te blijven oefenen en door te gaan, ben ik van die 0 weer veel meer richting die 100 gegaan. Dus wat er boven de normaallijn ligt, optimaliseren, zelfexpressie, niet denken in ziektebeelden of problemen, maar juist gaan voor de ultimate. Oké, dus dan ben ik die persoon en ik denk van, hey, er zit meer in. Ik ben misschien in loondienst of ik ben een ondernemer, maar ik doe iets wat ik eigenlijk niet leuk vind of ik wil meer doen, maar iets houdt me tegen. Dus ik lees jouw boek en dan denk ik van, oké, lees eens één ding, maar ik wil jou bijvoorbeeld als coach inhuren. Gebeurt dit op deze manier? Dat gebeurt, dat mensen het willen, ja? Maar het gebeurt zelden dat ik daadwerkelijk coaching doe voor mensen. Want... Vertel. Nou ja, 1-op-1 coaching, daar ben ik te duur voor. Dat is één ding. Ja. Het is iets wat ik graag doe en ik hoor dat ik er goed in ben. Maar 1-op-1 coaching is... In veel opzichten past het niet bij me. Heb ik het meeste plezier in een groep. In een grote groep, ja. En daarvoor staan. En ik vind het heel mooi om in een zaal een energie neer te zetten en een vibe te creëren, waardoor iedereen juist door die grote groep versterkt wordt in zijn eigen proces. En 1-op-1 kan heel erg effectief zijn. Als ik 1-op-1 coaching doe, dan is het erg duur en dan neem ik er ook echt een heel dagdeel voor. Ik doe ook geen trajecten, dan is het gewoon 1 sessie en dan in 1 keer al die grenzen doen verdwijnen. Maar het komt natuurlijk voor. En het heeft er ook mee te maken dat... kijk, als je als ondernemer denkt die wil schaalbaar zijn... Als je 20 coaching cliënten hebt bijvoorbeeld... En die hebben elke week een gesprek... dan zit je echt ramvol. Want dat is gewoon niet te doen. En daar komt bij dat het allerbelangrijkste van mijn werk... is mensen in hun eigen kracht zetten... en zo snel mogelijk ervoor zorgen... dat ze mij juist niet nodig hebben. En haar model waarbij ik ook nog eens afhankelijk ben... van voor mijn inkomsten, van dat mensen afhankelijk zijn van mijn hulp. Dat is gewoon geen... En daar sta ik ook inhoudelijk niet achter. Ik wil gewoon, als je bij mij komt, dan hold nothing back is mijn motto. En ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat je mij nooit meer nodig hebt. Oké, let op. Dus ik heb hier een vraag over. Hè. Er zat coaches ook die hier naar luisteren. Die denken van, hey, maar ik verkoop pakketten. Ik heb misschien 10 coachingsgesprekken die ik dan verkoop in 1 keer. Het lijkt op dat jij zegt van, ja, maar dit kan ook in 1 dag deel. Dat is gewoon het gebied waarin ik me begeef. Ik denk dat er heel veel mensen gebaat zijn bij langdurigere coachingstrajecten. En dat er ook heel veel coaches zijn die daar misschien wel veel beter in zijn dan ik. Het is gewoon niet een gebied waarin ik me begeef, omdat dat is ook niet hoe ik het zelf doe. Ik heb zelf van heel veel mensen geleerd en van veel verschillende therapeuten heb ik er heel veel aan gehad. Maar ik ga nooit een langdurig traject in. Dat is gewoon iets wat niet bij me past. Kort en intens. Kort en intens en vooral dus een korte intense periode iets leren en ergens echt induiken. En dan daar iets uit meenemen wat je vervolgens zelfstandig constant implementeert in je leven. Oké, en hoe zorg je dat het vast blijft? Je hebt zo'n grote groep. Hoge energie. Ik ben zelf de grootste groep waar ik ben geweest was met Tony Robbins. In Londen 2 jaar geleden. Er waren iets van 7000 man. Dus, ja, te gek. Ben je er ook geweest? Nee. Het staat op mijn lijstje. Okay. Ik heb wel soort seminars gevolgd. En dat is allemaal gebaseerd op Tony Robbins. Dus dat is te gek. Ik heb afgelopen februari heb ik als test even gewoon gedaan. Een zelf georganiseerde seminar met 150 mensen. En gewoon om eens te kijken hoe... Ik spreek wel vaker voor veel grotere groepen, maar dan ben je op een congres en ingehuurd en dan kan je niet gewoon op je eigen manier je hele zaal op zijn kop zetten. Dat doe ik dan vaak alsnog wel. Maar, laat je ook dansen op de stoelen? Ja, dansen ik doe vaak oefeningen met stoelen, fysieke oefeningen en ik neem vaak attributen mee, bijvoorbeeld jongleerballen en dan flikker ik 300 jongleerballen de zaal in en dan gebruik ik dat als metafoor om mee te werken. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar om je vraag te beantwoorden, kijk, in een grote zaal kan je ongelooflijk veel energie creëren en ongelooflijk veel connectie. En als mensen het gevoel hebben, dat is ten opzichte van 1-op-1 coaching, waar ik een connectie aanga met iemand, vind ik het heel mooi om als groep 1 grote connectie neer te zetten. En dat mensen, dat heb je bij Tony Robbins ook, want Tony is te gek. Maar met de mensen die om jou heen staan, heb je constant uitwisseling en contact. En je ziet dat er van over de hele wereld mensen bij elkaar komen die hetzelfde denken als jij. Terwijl die in de supermarkt kom je die niet tegen. Dat is het mooie van zo'n evenement.
En dus grote groepen, voor mij maakt de groepsgrootte niet zoveel uit. Ik heb in september heb ik weer de Mindlift Intensive Seminar. 23 september, dat is een zaterdag. Dat is in principe een onbeperkte groepsgrootte. Ik ga uit van zo'n 150 of 200 mensen. En dat is gewoon één dag. En dat is een soort van feest der persoonlijke ontwikkeling. Waarin je dus ongegeneerd volop in je persoonlijke ontwikkeling kan duiken. Met behulp van de energie van de hele groep. En ben ik daar geweest. Sorry dat ik je onderbreek. Maar dan denk ik, wow, wat gaaf en cool energie. Tony Robbins ook. Hoe zorg je dat daar ook uit voortkomt dat de mensen dat blijven doen? Of inderdaad, of dat zelfstandig ook kunnen blijven doen? Ja, dus wat ik nu heb is een hele mooie 30-daagse videocursus. Die staat in de stijgers, die gaat bijna live. En dat is iets waarmee mensen, dat heel kort en kleine praktische dingen. Maar dat is een manier om toch ermee bezig te blijven met de inhoud. Mensen nemen het boek mee, daar gaan ze veel meer aan de slag. Maar wat ik het belangrijkst vind in zo'n dag tijdens zo'n seminar is dat mensen dus de connecties maken met anderen die er hetzelfde over denken. En dat ze zich realiseren van, hey, wacht eens even, we zijn allemaal op dezezelfde missie op onze eigen manier, maar we kunnen die connectie houden. En als je die connectie houdt en je zoekt die mensen op, dan is de kans veel groter dat mensen ermee bezig blijven. En er zijn gewoon heel veel dingen binnen het hele motivatie gebeuren. Toevallig heb ik net daar een hoofdstuk over geschreven. Of tenminste, mijn boek is nu vertaald en ik ben de vertaling aan het redigeren. In oktober wordt die uitgegeven in de Verenigde Staten. Ah, en cool. Dat is wel gaaf. En ik heb net het hoofdstuk over motivatie geschreven. En motivatie is ook gewoon een hele grote valkuil voor veel mensen. Ik wil helemaal niet dat ze gemotiveerd uit mijn seminar lopen is leuk. Maar wat ik wil, is dat ze weten welke actie ze gaan ondernemen. En hoe ze die actie gaan ondernemen. En hoe ze dat blijven doen. Want actie is gewoon meer waard dan motivatie. Motivatie is tijdelijk. En dat zakt weer. Ja, je kan het beter gebruiken om inderdaad acties in gang te zetten. Om te zorgen dat je gewoontes creëert. Waardoor je dus in de rechte lijn omhoog gaat. Exact. En motivatie is... alleen maar het vonkje en vervolgens heb je strategieën en acties en doelmatigheid nodig om daar een lopend vuurtje van te maken. Ja, dat is ook gelijk de reden waarom ze dus weer dalen nadat ze iets inspirerends hebben meegemaakt. Gebruik die motivatie om systemen in... ik weet niet of jij... Denk je dat ook? Ja, bij de seminar de vorige keer zei ik van oké, wie is er gemotiveerd? En iedereen had... Ja. En ik zo, kut. Sorry, dat was niet de bedoeling, weet je wel. En het gaat erom. Weet je, in de hele seminarwereld, en ik weet zeker dat er veel mensen die daarin zitten, die hiernaar luisteren, die dat misschien niet prettig vinden als ik dat zo zeg. Maar ik heb zoveel mensen ontmoet bij seminars die dan I can do it, en high five, en affirmaties, en positief denken, en alles erop en eraan. En 2 maanden later spreek je ze. En dan, nog steeds bezig met mijn affirmaties en boeken lezen. En ik ga weer naar die seminar. Ik zeg, oké, maar wat heb je gedaan dan in de tussentijd? Ja, seminar verslaafd. Precies. En heel veel mensen gaan er gewoon heen voor het feestje. En dat is ook tof. Ik bedoel, kijk er niet op neer. Maar er moet ook actie gaan ontstaan. Je kan in zo'n loop, zo'n motivatieloop komen van de hele tijd. Maar jezelf belonen met motivatie zonder actie echt te ondernemen. En daaruit volgt mij een volgende vraag van, waarin ben jij dan anders in jouw seminar? Dat is een goede vraag. Daar denk ik de laatste tijd ook over na, want ik vraag het ook veel aan mensen, van waarom vinden ze... Eerst dacht ik dat mensen het vooral leuk vinden om naar... bij mij gaat het heel erg over de inhoud. En ik dacht van mensen luisteren naar mij omdat ik een unieke inhoud heb. Maar eigenlijk vertel ik niks nieuws. Het is meer de manier waarop ik het vertel en de manier waarop ik het neerzet. Ik maak heel veel hele slechte woordgrappen. Ik gebruik veel zelfspot. Ik ben bereid om dingen niet serieus te nemen. Ik vertel mensen ook heel duidelijk dat ze vooral niks moeten geloven van wat ik zeg. En dat ze me niet serieus moeten nemen. En dat het heel belangrijk is om dus niet een soort van volgeling te worden van een idee. Maar om heel erg bij jezelf te realiseren van oké, ik vind dit belangrijk. En dat ze ook zien dat als ik op een podium sta en ze zien een grote, zelfverzekerde, succesvolle schrijver. Dat ze dan ook realiseren dat ik ergens vandaan kom. En de reden dat ze mij inspirerend vinden is omdat ze voelen dat ze het zelf kunnen. En daar gaat het om. Dus praktisch gezien is het verschil, denk ik, dat ik... Jij, als persoon. Dat ik het, manier waarop ik het overdraag. En ik denk te veel... ik ben nu al mijn data aan het analyseren van het afgelopen jaar. Want in het afgelopen jaar ben ik echt in razend tempo gegroeid. Mijn hele onderneming en alles gaat... dit jaar vliegt de hele wereld over om te spreken en dingen. En ik heb me heel erg afgevraagd van... Wat is nou het verschil? Wat het zo interessant maakt.
heel veel pindakaas eet en met een hele slechte woordgrap erin, dan wordt het een paar duizend keer bekeken. En ik merk dat mensen hebben behoefte aan authenticiteit, dus ik stel me kwetsbaar op. En ik hoor heel vaak zeggen marketers tegen me van, ja, wat je doet ziet er super geloofwaardig uit. En dan zeg ik, ja, natuurlijk. Het is ook echt. Speciaal. Ja. En ik ben bereid om mezelf kwetsbaar op te stellen. Mensen zien heel veel kracht, omdat ik op het podium sta en een boek heb en al die dingen. En ze zien hoe ik nu ben. Maar ondertussen laat ik ze ook zien van, kijk, ja, ik ben wel gewoon een gevoelige jongen. Ik ben kwetsbaar en ik ben er heel eerlijk over. En ik denk dat dat iets is wat mensen erg aanspreekt. Dat krijg ik ook van ze terug. En hoe meer ik dat hoor, hoe meer ik ook weer me er zelfverzekerd in voel om echt open te staan en zo eerlijk mogelijk te communiceren. En hoe meer ik dat doe, hoe meer beter mensen er weer op reageren. Maar het is wel eng om dat te doen, moet ik ook eerlijk zeggen. Heb je daar ook negatieve ervaringen mee gehad? Het is een heel raar proces. Ik volg de data, ik volg wat werkt. Dus in die zin ben ik echt een ondernemer. Ik heb ook wel mijn intuïtie over wat werkt, maar ik volg de data. En als ik zie dat mensen mijn persoonlijke verhaal interessant vinden, bekende Nederlander zijn. Bekendheid is iets wat ik helemaal niet ambieer. Sterker nog, ik vind het eng. Maar het werkt en het zorgt ervoor dat ik meer impact kan hebben en meer mensen kan bereiken en dat ik misschien wel wat toe kan voegen aan de levenskwaliteit van mensen. Maar er komt een hoop angst en onzekerheid bij kijken. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar het is wel... Dus wederom mijn vraag, is er iets negatiefs gebeurd daardoor? Gebeurd? Nou, dat weet ik. Ja, of dat iemand zei, nou, je bent wel heel... Er zijn wel eens mensen die bijvoorbeeld... ik kreeg verrassend weinig negatieve feedback. Je denkt van, als je helemaal online dingen gaat posten, dan worden mensen op een gegeven moment heel erg kritisch, of dan gaan ze haten of zo, en het gebeurt verrassend weinig. Maar ik heb wel eens mensen die het niet trekken wat ik doe, of dan maak ik slechte grapjes, en dan is het voor mij echt gewoon een grapje, en mensen voelen zich daar dan persoonlijk door aangevallen. Dat gebeurt wel. Het interessante is dat hoe meer van de bescherming ik loslaat, hoe minder mensen geneigd zijn om me aan te vallen. Dus het gebeurt wel eens dat mensen zeggen van, ja, ben je arrogant, dan is dat alleen maar over jezelf te praten. Maar ik zeg van, ja, maar ik praat over mezelf, omdat iemand me vraagt om een verhaal over mezelf te vertellen. Weet je wel? Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, er gebeuren eigenlijk geen dingen, maar vooral in mijn eigen hoofd synthetiseer ik allemaal scenario's waar ik me druk om kan maken. En dat is ook, en dat is het leuke, de reden dat ik kan lesgeven, dat ik kan schrijven, dat ik kan spreken over die onderwerpen, is omdat ik het meemaak en omdat ik het voel en omdat ik het zelf nodig heb. Dus ik ben niet de dieetcoach die nooit dik is geweest, weet je. En ik ben niet de mindfulness trainer die altijd helemaal mindful en zen is geweest. Ik heb al die dingen geleerd, omdat ik echt weet hoe het is om het echt nodig te hebben om die dingen te leren. Scratch your own itch. Ja. En ik heb nog een korte vraag. Ik zit trouwens net over de 15 minuten aan. Heb je nog even? Of zit... Ja, ik heb alle tijd. Mooi. Want hè, je moet het podium op. Je hebt een slechte dag. Je denkt, wat irritant. Je moet voor die volle zaal staan en je moet super energiek zijn. Hoe doe je dat? Ik weet dat wat ik ook bedenk in mijn hoofd aan zorgen en angsten, of hoe moe of kapot ik ook ben, inmiddels heb ik het vertrouwen, na meer dan 10.000 uur voor groepen staan, dat als ik eenmaal voor die groep sta en ik kijk ze aan en ik zie de interesse, of zelfs als er geen interesse is, dan gaat er een vlammetje aan wat niet meer uitgaat bij mij. Maar van tevoren moet ik me er zelf daar actief aan herinneren. En ik heb een aantal hele eenvoudige dingen. Power posing werkt heel goed voor mij. Dus gewoon een sterke houding aannemen en die kracht uitstralen. Ik zie voor me dat het goed komt. Ik ga terug naar mijn ademhaling. Ik kalmeer mijn ademhaling. Verleng mijn uitademing. Dan voel ik mijn hartslag dalen. Ik laat mezelf actief zenuwachtig zijn. Want ik weet dat zenuwen... Als je kijkt naar de fysiologie van zenuwen, dat betekent dat je autonome zenuwstelsel zich aan het voorbereiden is, in alle opzichten, voor een mogelijke noodsituatie. Zenuwplasjes en rillerigheid en adrenaline zijn allemaal voorbereidingen op actie. En ik ken dat systeem heel goed en ik vertrouw 100% op het feit dat mijn fysiologie zich aanpast op de manier die ik nodig heb. En dat voelt als zenuwen en tinteligheid en versnelde ademhaling en hartslag en adrenaline. Maar ik weet dat dat juist de omstandigheden zijn die ik nodig heb om voor die groep te kunnen presteren. En 2 weken geleden had ik een praatje
bij een conference. En toen ik binnenliep, heb ik besloten om mijn hele verhaal uit de deur te gooien en een kwetsbaar verhaal te gaan vertellen. Gewoon, ik had zoiets van, oké, weet je wat, fuck it, ik doe het gewoon. En, en toen werd ik echt weer heel erg zenuwachtig. En om in flow te komen is het belangrijk om echt een uitdaging te voelen. En toen merkte ik ook dat ik bijvoorbeeld per ongeluk heel veel koffie ging drinken. En toen was ik helemaal, raar in mijn hoofd van de koffie en zenuwachtig. En toen postte ik gewoon op Instagram een filmpje van, ik ben super zenuwachtig, ik heb te veel koffie dronken, ik kan niet meer praten, en wat moet ik doen, weet je wel, zo grappig. En mensen gingen erop reageren en zo, en dan merkte ik gewoon van, het is eigenlijk, mensen vinden het tof om te zien dat ik kwetsbaar ben. En toen heb ik daar gewoon een verhaal gehouden, volledig geïmproviseerd eigenlijk, niks voorbereid, over hoe een dood vogeltje mij heeft geleerd om te huilen. En die heb ik online gegooid en dat is echt mijn best ontvangen video ooit, weet je wel. Dus ik weet ook dat aan de andere kant van die angst zit ergens een beloning. Dus als ik die angst voel, als ik de uitdaging voel en ik voel de zenuwen, dan op dat moment is het oncomfortabel. Maar ik heb dus middelen om actief het vertrouwen uit te spreken dat aan de andere kant van die angst en het oncomfortabele gevoel een hele mooie, waardevolle leerervaring ligt. Wauw. Dit moet een quote worden ergens. Ja, serieus. Nee, ik meen het. Ik maak geen geintjes. Mooi. Dat is echt iets wat, die angst is wat veel mensen tegenhoudt. Ja, dat merk ik hoor. Heel veel mensen, het is een heel raar ding, want mensen die mij ontmoeten, die zien dat ik in mijn kracht sta. En die zien dat ik nu fit ben, dat ik geconcentreerd ben, dat ik scherp ben. En die zien... weet je wel, ik ben zo'n iemand, toen ik in Los Angeles was, zei iemand tegen mij van, you're one of those 10-year overnight successes. Weet je, mensen zien niet dat ik 5 jaar geleden helemaal overhoop lag. Mensen zien ook niet dat ik de afgelopen 10 jaar sinds, 12, 13 jaar sinds mijn 17e al meer dan 10.000 uur voor groepen heb gestaan in de meest moeilijke settings, weet je wel. Dus ze zien dat ik in mijn kracht sta, maar dat zien ze omdat ik in contact sta met mijn kwetsbaarheid. En het afgelopen jaar heb ik allemaal de meest geweldige dingen gedaan die ik in mijn leven heb gedaan. De wereld gereisd, reizen gemaakt, gesproken. Aan de buitenkant ziet het er allemaal uit als succes. Maar ondertussen heb ik daarbij ook echt hele grote angsten en onzekerheden gevoeld. Want als niemand je serieus neemt en niemand kent je, ja, dan maakt het ook niet zoveel uit wat je doet. Maar opeens als mensen je gaan kennen en je serieus gaan nemen, dan komt er opeens een druk bij. En ik heb die onzekerheid, die heb ik geleerd om daarmee te werken en om dat te zien als een raadgever. En ook om die te behandelen als iets wat er mag zijn, maar ook als iets wat ik kan loslaten als het nodig is. En het vermogen om eerst contact te maken met die kwetsbaarheid, zodat daaruit die kracht kan ontstaan, dat is iets wat veel mensen in de moderne wereld moeten leren, denk ik. Nou, laatste twee vragen zijn, welke Nederlander volg jij? Waar haal jij je raad vandaan? Waar haal jij je adviezen vandaan? En ik vraag specifiek naar Nederland, omdat ik altijd Amerikanen krijg te horen. Dus ik ga doen een poging. Ja, moeilijk hè. Even denken. Ik weet het niet. Op zakelijk gebied? Eigenlijk geen, moet ik zeggen. Ik kan wel wat Engels en wat Amerikanen opnoemen, maar... Noem een Amerikaan. Gary Vaynerchuk. Vind ik lachen. Dat is een soort van soort van karikatuur van hoe ik voor groepen sta. Nog extremer. En Nederlanders op persoonlijk vlak. Ik heb veel geleerd van Wim Hof. Maar dat gaat over persoonlijk leiderschap. En over kou en fysieke uitdagingen. Ook mentaal en zo. Er zijn eigenlijk geen business coach-achtige mensen of Nederlandstalige podcasts die ik luister, vreemd genoeg. Ik luister heel veel Tim Ferriss de laatste tijd. Ik heb altijd iets aanstaan. Ik heb altijd een audioboek of een tape of een podcast aanstaan. En de laatste tijd is het heel veel Tim Ferriss en de Rewild Yourself podcast. Maar in Nederland zie ik heel veel business coaches die dingen doen waarvan ik denk van ja, dat heb ik 2 jaar geleden allemaal gelezen voordat ik ging ondernemen. En ik heb zo weinig mogelijk gelezen voordat ik ging ondernemen. En ik heb dingen van Harv Eker gelezen en Tony Robbins, Tim Ferriss. En toen ben ik heel snel gestopt met dingen lezen en vooral heel erg veel dingen gaan toepassen. Dus ik zit nu ook heel erg na te denken of ik niet per ongeluk iemand vergeet te noemen die ik eigenlijk zou moeten noemen.
Ja, 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 ja. Nee, maar ik zit ook meestal richting de Amerikanen. En, ja, de Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk. Dat zijn ook allemaal namen waar ik naar luister qua, hè, met podcast. Joe Rogan. Joe Rogan, ja. Ja, die ken jij wel. Ja. Die is heel bekend. Dus nou, mijn zoektocht naar de Nederlanders inderdaad. Er zijn er zat, hè, die ik ook geïnterviewd heb. Ja. Maar ik moet zeggen, ik blijf toch een of andere reden toch richting de Amerikanen toe. Ik weet niet waarom dat is. Ja, nou, en ik denk ook dat... Gewenning misschien. Heel veel, ja, gewenning en heel veel van die... Er is een bepaalde manier van kijken en denken. En het komt ook heel vaak als ik Nederlanders voorbij zie komen. Ik krijg heel veel van die Facebook gesponsorde messages van business coaches en online dingen en zo. Kijk, de eerste vraag die ik altijd stel van mensen die posten onder ondernemen en die mensen coachen in ondernemingen, is de vraag van welke onderneming heb jij zelf gebouwd waaruit je dit hebt geleerd en vervolgens daaruit ben gaan coachen. Juist. En voor heel veel mensen in de hoe verdien ik geld industrie, die verdienen hun geld in de hoe verdien ik geld industrie. En dan haak ik al snel af, want ik vind het mooier om naar de bron te kunnen gaan. En de mensen die het daadwerkelijk doen. En ik heb een netwerk van ondernemers, Nederlanders. Mensen die ik goed ken, waar ik een goede connectie mee heb. Die op dezelfde manier vanuit hun passie en hun visie ondernemen. Die dezelfde normen en waarden hebben als ik. Waarmee ik heel regelmatig mastermind. Maar dat zijn geen mensen die daar formeel over communiceren. Dat zijn gewoon een handjevol mensen die ik vertrouw en die ik ken. En op de achtergrond hoor je mijn belangrijkste business coach trouwens. Mijn dochter van 7 maanden, Jasmijn. Ja, die zorgt dat jij veel meer focus aanbrengt in je business. Dat je geen tijd te verliezen hebt. Nou, dat is zeker waar. Dat, ja. De activiteit is hard omhoog gegaan sinds ik... Neem een kind. Ja, dat kan ik iedereen aanraden. Ik bedoel, dat is de hele reden. Weet je, de hele reden dat ik financieel vrij wil zijn en gewoon thuis kan zitten. En hier, kijk, de reden dat ik nu tijd heb, is omdat ik door de week in principe nauwelijks verplichtingen heb. In de zin van dat ik weg moet. Ik kan gewoon lekker thuis zijn met het meisje. En dat was een belangrijk deel van het grote plan. Heel erg gaaf. En ik gun het iedereen om op die manier zijn leven in te richten. Dat je de vrijheid hebt om autonoom over de wereld te bewegen. En je vooral je tijd te besteden met de mensen waarmee je je tijd wil besteden. Want dat is toch wel uiteindelijk, weet je, geld en dingen zijn lachen. Een leuk spelletje om te spelen. Maar uiteindelijk is gewoon adem, eten, beweging en connectie met de mensen om je heen, dat is de essentie. En alle dingen die dat in mijn leven vergroten, daar doe ik meer van. En alle dingen die dat in mijn leven verminderen, daar doe ik minder van. En dat is gewoon een mooie samenvatting van mijn boek eigenlijk. En een mooi einde voor dit interview. Ik zou zeggen, ga naar mindlifting.nl. Mindliftlearning.nl. Mindliftlearning.nl. Een link komt in de show notes. Ik zou zeggen, ga naar zijn website en hartelijk dank voor dit interview. Ja, te gek. Leuk man. Ja, cool. Bedankt. En vergeet niet om je te abonneren en meteen een review achter te laten.